En dus zit de stemming er voortreffelijk in op de Uithof. Als Thomas Bos in de volgende rit gaat rijden. Alweer een Hagenaar. En hij moet het opnemen tegen Roberto Schiel, de Italiaan. Veel publiek, er is nog meer publiek gekomen nadat de dames een rit hebben gereden. En naar schatting zitten nu toch zo'n kleine 10.000 mensen op de tribune. En dat is natuurlijk prima voor een wedstrijd zo vroeg in het seizoen. Thomas Bos dan. Vorige week in Berlijn 12e op royale achterstand van Ben van den Burg. Maar zijn plaatsgenoot heeft hem inspiratie verschaft, ongetwijfeld. Voorzichtige opening, 20 blank. Halve seconde langzamer dan de opening van Van den Burg en Gustafsson. Ab Krook daar samen met Maurizio Marchetto, de coach van de Italianen. Die in deze Roberto Schiel een pupil heeft waar hij de laatste jaren mee voor de dag kan komen. Met name in het allround schaatsen, in het toernooi schaatsen, heeft Schiel zich onderscheiden de afgelopen twee seizoenen. Op weg naar de 600 meter, zij aan zij, ligt voor Thomas Bos. Tussentijd 53-7, 3/10 langzamer dan Ben van den Burg. Na 2200 meter zien we de Italiaan Schiel uitstekend rijden. Hij is op dit moment 2 volle seconden sneller dan Ben van den Burg in het vorige paar tegen Thomas Gustafsson. En we mogen van deze Italiaan eigenlijk nog wel wat verwachten. Door de tijd heen altijd goed meegedaan. Toch wel verrassend vaak op grotere toernooien op de langere afstanden. En ook op dit moment prima schaatsend. We gaan naar de 2600 meter. Schiel op kop in 3.42.8. Met een ronde tijd van 34.3. En 3.43.4 voor Thomas Bos. Ja, de rondetijd is wat omhoog in de 34. En dat betekent ook dat de voorsprong die ze hebben op het schema van Ben van den Burg en Gustafsson wat kleiner is geworden. Maar er is nog altijd sprake van een voorsprong. Zo'n 1,5 seconde is Schiel sneller dan Van den Burg in de vorige rit. Op weg nu naar de 3 kilometer, terwijl Thomas Bos probeert aan te klampen bij Schiel. En dat lukt hem heel aardig, moet ik zeggen. Hij blijft lekker meegaan met de Italiano. Dit is een prachtige strijd. 4.17.4 voor beide rijders. En dan zitten ze nog maar 2/10 onder het schema van de vorige rit. Getuigen ook de rondetijden natuurlijk. 34 voor allebei. Thomas, iets meer schokkend dan de Italiaan. Gebruikt iets meer zijn kracht. De Italiaan is een klein mannetje dat technisch prima schaatst. Heeft hier weer de mogelijkheid om naast Thomas te komen. Dat lukt hem eigenlijk niet helemaal. Dit zou het moment kunnen zijn in de wedstrijd dat Thomas Bos probeert om weg te lopen bij de Italiaan. De 3400 meter. Thomas Bos 4.51.7 met een rondje van 34.3. En de ronde is bijna 0,5 seconde langzamer dan Ben van den Burg in de vorige rit. De coaches komen handen en vingers tekort om alle aanwijzingen door te geven. Roberto Schiel, de nummer 6 van de wereld bij het laatste wereldkampioenschap. En Thomas Bos, een van de jonge mannen in de kernploeg die het de komende jaren moeten gaan doen. Voorsprong, lichte voorsprong voor Thomas Bos op de 3800 meter. 34-6, ja die ronde wordt nu wel erg hoog. 5.26.3 en dat betekent meteen een achterstand van 1/17 seconde op het schema van Ben van den Burg. Dat kan ook niet anders als de rondetijden ineens omhoog vliegen tot hoog in de 34. Thomas, hard werken tot dit moment. Krijgt het nu toch ook wat moeilijker. Vrij hard getrokken. En Schiel ziet weer kans om er onderdoor te komen. Ja, die ben je ook niet eerder kwijt als dat je over de streep bent. En pak nu ook weer de voorsprong. We gaan naar de 4200 meter lijn. Schiel. 6.00.90 met een rondje van 34.3. En 6.01.24 voor Thomas Bos. Ja, Thomas levert nu een halve seconde in de afgelopen ronde in op zijn directe tegenstander. Het verschil ten opzichte van Ben van den Burg groeit per ronde, dat is duidelijk ook. Ze zijn wel sneller, alle twee, royaal nog, dan Joachim Karelberg, de winnaar van de eerste rit. Maar Schiel heeft nu toch een gaatje geslagen. Thomas komt er door die binnenbocht belangen aan niet meer bij. Het verschil is 1,08 meter. En we gaan naar de bel aan de leiding. Roberto Schiel, 6.34.7. Rondje van 33-8 en dat is toch knap hoor van de Italiaan. Dat doet hij heel goed. Een kleine 3 seconden is hij langzamer dan Ben van den Burg. Maar een kleine 4 seconden is hij sneller dan Joachim Karelberg. En Bos moet nu ja, alles geven in het laatste stuk. Alles wat hij nog heeft moet hij eruit gooien. De ritzegen kan hij niet meer halen. Die is voor de Italiaan. Maar voor Bos is dat bepaald geen schande om van deze Schiel te verliezen. Want dat is een gerenommeerd 5 kilometer rijder gebleken in de laatste jaren. En dus is het vrij normaal dat de Italiaan
onze jeugdige landgenoot hier klop geeft. Het gaat alleen om de tijd. En die is goed voor Siegel. Absoluut goed. 7-0-8-63. De derde tijd op dit moment. En hier is Thomas Bos in de vierde tijd. 7-11-41.